We hebben aan een gelijkspel eigenlijk niks. Het gat is nog steeds 4 en het zal heel moeilijk worden om PSV nog in te halen. Ja, en nu? Ja, nu moeten we verder zijn op 5 wedstrijden te spelen. En, in die 5 wedstrijden moet je het maximale resultaat halen. Wil je nog kans maken ja, op de titel? En je moet hopen dat PSV in die 5 wedstrijden nog steekjes laten vallen. Waarom kon je niet winnen vandaag? Ik denk dat we op zich wel redelijk hebben gespeeld. Alleen in de laatste fase om een goal te maken, denk ik dat we daar te onrustig waren. En we hebben toch wel een aantal mogelijkheden gekregen. Alleen in die laatste fase waren we een beetje onrustig. Het was wel aan alles te merken welke belangen er op het spel stonden vandaag. Aan de spanning, maar ook aan de ruimte die niet gegeven werd. Dat hoort wel bij topwedstrijden. Ik heb deze wedstrijden vaker gespeeld en het is vaak niet anders. Ja, wie ging voorop in de strijd? Nee, ik kan absoluut niet tegen mijn verlies. En soms gaat het wel iets te ver. Soms gaat het wel iets over het randje. Moet je nou concluderen dat de titel definitief uit het hoofd gezet kan worden? Nee, nog niet. Wij hebben natuurlijk zelf nog een lastig pakket, maar zij hebben dat ook. Dus wij moeten gewoon winnen. Dat zal zelf al heel moeilijk worden. En dan hopen dat de PSV een paar steken laat vallen. Geloof is er nog wel voldoende? Zeker weten. En dat zal morgen ook in de nabespreking zal dat ook naar voren komen. Want 5 wedstrijden is 15 punten. En het wordt een moeilijke klus om dat te klaren. Alleen daar gaan we absoluut voor. En PSV moet ook maar eerst die voorsprong zien te behouden.